Oekraïne, een land verscheurd door oorlog. Kerken en dorpen, zelfs families en vriendschappen zijn ruw uiteengetrokken door het conflict. Alle nuance lijkt verdwenen in dit land dat gebukt gaat onder armoede, corruptie en antisemitisme. Vele duizenden Joden besluiten hun toekomst elders te zoeken en vertrekken naar Israël. Christenen voor Israël steunt al jarenlang de Joodse gemeenschap in Oekraïne. Samen met twee journalisten reis ik daarom naar Oost-Oekraïne. Een hoopvol reisverslag vanuit een grauw en troosteloos land op weg naar het beloofde land. In deze aflevering ontmoeten we Koen Karlier, die namens Christen voor Israël Joden steunt en hen bijstaat waar hij kan. Maar eerst gaan we op bezoek in een opvanghuis in Kiev voor Joodse vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne. Nou, we zijn net aangekomen in Kiev bij de shelter, de schuilplaats van Natalia. Waar eigenlijk sinds de oorlog Joodse vluchtelingen uit het oosten van het land, die dus daar wegtrokken door de oorlog, waar die hier worden opgevangen. Dus ik ben heel benieuwd wat ik ga aantreffen, dus ik ga eens even kijken. We used to say this shelter. We came here 10th of July last year because of the situation in Ukraine, worse, and we tried to invite the people here. We connect with Sakhnut, with embassy, and they start to call and ask to help accommodate people, the Jewish refugees from the east of Ukraine. And they came here from 10th of July, so more than 1,000 people already visited this house. And what do you do here? Yes, we live with them. We just try to support them, comfort them here. Yeah. And after that, like this Shabbat, we try to bring them to understand that they are Jewish people. So they're just their Jewishness, you know. We switch on candles, we sing songs with them. Start to just invite them to the Jewish history. Mm-hmm. Що ми робимо шабат, Саша? Це що хто робить? Мужчина чи жінка? Хто робить? Так. Жінки зажигають свічки. Я тобі даю теж таку покривашку, як я завжди накриваюсь, да? Ми тобі це робимо. Соня скоро уїжджає в Ізраїль. Wow. Ми улітаємо, да? Ми приглашаємо в суботу. We invite Sabbath. І ми говоримо, щоб от все, що було, от цілу всю неділю, це суета, да, люда? І ми зажигаємо свічки, да, Соня? Давай тобі дам. Чтобы помолиться нашему Богу. And we pray to our God. Закрываем глазки и говорим все вместе: Баруха та Адонай. Элогейну. Мелех ха-олам. Ашер кидшану. Бемицватав вецивану. Леадлик нехшель шаббат. Амен. Баруха та Адонай. Баруха та Адонай. Элогейну. Elohim. Melech Haolam. Melech Haolam. Chamotzi Lechem. Chamotzi Lechem. Min Ha'aretz. Min Ha'aretz. Amen. Amen. Ты знаешь, мы с тобой хорошо говорим на иврите. Шалом, амен. Hoe kan het toch dat deze mensen niks lijken te weten over hun Joodse afkomst? Zelfs de Sabbat hebben ze nog nooit eerder gevierd. Interesseert het ze dan niet? Of is er meer aan de hand? Why is it that you as Jewish people, or you are Jewish, why didn't you ever celebrate Shabbat or the holidays? Я скажу даже так, как бы за него. В его семье скрывали, что не евреи. Это преследовалось, это боялось. И когда его родители были молодыми, им по 20 лет было, они даже в институт, когда пошли на первый курс, их выгнали. Они пошли, сделали другую фамилию, тогда только их приняли. И тогда в семье решили, никогда никто не будет знать, что они евреи. По документам, чтобы никто не что-то преследовался. Мой отец поменял его в школе, фамилию Севенбах. Мы были Эвенбах. What would happen otherwise? Мой отец не стал бы, не получил бы высшее образование. And do you still experience now that people don't like Jewish people?
Да. Ну просто на Новый год там что-то начал говорить и просто ударил головой об угол окна. Потом мальчик объяснил, типа, за то, что мы разговариваем на русском, вы сепаратисты, и у тебя папа жид. Was the situation in Ukraine for you, the war and everything, was this also a reason for you to go to Israel? Да. Yeah. Я работал в больнице. Через меня прошло как минимум 300 человек, которые или беженцы, или были НАТО. Это жутко. Я как реабилитолог помогал, выводил, но не всем это помогало. Мальчики 20 лет, седые, не спят, кошмары. Why were they so stressed? Война. So why do you think it's better place to live in Israel instead of in Ukraine? По крайней мере, потому что я знаю. Там не врут. Там ситуация, да, но эта ситуация известна. А вот мы жили в Ракитном. Приехало 10 человек, неизвестно откуда, с оружием. Еле-еле их поймали. А кто сказал, что они не пошли бы в школу? Тетушки. У нас были такие, да, случаи, что у нас в школу приезжали тетушки. Мы боялись днем, что придут, детей убьют. А тем более мы русскоговорящие, нас плохо принимают русскоговорящих в нашем селе. Ну, немножко страшно оставлять друзей, как-то там привязалась, но я думаю, там будет лучше. Doesn't matter which time he came. 11 o'clock in the evening, 12 o'clock in the evening. He brought the olim here, yes. And they goes to sleep. We just gave the food for them, and he's still here. So this is like the working place. Mm-hmm. I don't like actually sitting here because I'm everywhere. It's in the different places, but anyway, it's a very important place for us because we need to decide to whom we need to give mm-hmm. a help, and because different program. Mm-hmm. So, for example, okay, Ines, maybe for example, that's we will have Olim 9th of December, yes. For Olim from Donetsk. So we accommodate from them the here from the east of Ukraine. The war area, yes. They come here. Yes. Okay. And we care about them, and they go for the first home in the homeland, you know, the first home, the yes. Lena Kowarski. Yes. So, for example, this is, I will show, by the way, it's Turevsky. Uh-huh. Turevsky, you know, this, Turevsky, 9 of 12, you know, December. Okay, yeah. So, and we will bring them. How did you know that this was your work? How I know? No, because in 1993 I came to church, and the first message was that the God's will for the Jewish people. Mm-hmm. And after that, Lord spoke to my heart, and just I got this calling from 19, not more than 20 years ago, mm-hmm. almost. And he said for me that I will bring, I will use your legs from house to house to bring my people home. Mm-hmm. And this is a big privilege to see the ISIS after that. You Christian people, why you help us? Why? Mm-hmm. And this lady from Lviv, she said, "You're crazy." We brought her to the hostel in another city. Why you help me? And start to cry, you know. Why you help me? For so them it's questions. What do you say? Not because we love God. Mm-hmm. And God loves her. Mm-hmm. You know, we used to say, we love God and God loves you. Mm-hmm. And that's right. To be, it's good if Lord can use you as an instrument. It's a beautiful work, you know. Yeah, I used to say always the prayer is our fuel. The people could pray and Lord know how to use and to how. How can we pray? What can we pray for? The pray for the wisdom, mm-hmm. especially now. Now you especially mean? Now because 20 years ago we start to speaking about the spoke to the Jewish people about the hunter's time, and now we can see the situation in the world totally change. It's even not last month, not like. You know, it's, we could see the situation.
in the east of Ukraine, you know, this in the east of Ukraine, all of this part when you are going, you know, the situation change, you know, and in the center where we are here, you know, and this is Crimea, you know, all of these people from here, most of them live here, you know, but most of them already in Israel, and because of Christian for Israel paid for the documents, paid for the road, for the so. And so we could see everywhere. But you have, from the east, you have 1.5 million refugees from the east. Yeah. One and a half million who live here in Kiev. Yes, internal displaced people. But if you think about refugees, you think, oh, they run to another country, what we understand. But it's internal. Yes, because the country is so big. Mm-hmm. You see, so in Kiev, I'm sure there are 200,000 refugees living somewhere. Right. I will not see it, you see. They live somewhere with family, friends, or they rent something, and what do you think will be the future? What will happen in the future? Are you worried? This is serious. Are you worried? Two weeks ago, we have one this 2 years celebration of, not celebration, how I can say this, tragedy day of the commemoration. Yeah, you know, and it was the first time when in the center of Kyiv, from this stage, officially one of the members from government, he started to say, we don't not need this Jewish government, they need to go out from this country. How is possible? It was never before that it is from the stage people could say it. So, you know, strange. Is this all the people that you brought to the airport? All of them. You know, this is accommodation for the people. 66 nights, you know, and this is for the different people. Aliyah September. You know, different. It's all of the documents, the passports. So you keep all the information? Of course, all the passports. Of course, because this is history, you know, this is not like you, it's a history, it's you touch the people, and after that I have a specially folder with the people who respond for us. We are here now in the Be'er Sheva, we are, thank you, and I send all of the letters to Kuhn, and after that we some of them just sent to Nekerk. So Natalia laat ons het vluchthuis zien. 30 slaapplaatsen waar Joodse vluchtelingen uit het oosten een veilig heenkomen kunnen vinden voordat ze naar Israël vertrekken. Hey, dit is best wel mooi, want elke olim die hier komt of Joodse persoon die naar Israël verhuist, die vindt op zijn bed niet alleen maar een mooi opgemaakt bed, maar ook deze prachtige kaart uit Numeri 6, de zegenspreuk van de Heere zegen u en behoede u en hij doet zijn aanschijn over uw lichten en zijn genadig. Dus ja, het is niet alleen in praktische zin dat hier steun wordt gegeven, maar ook echt een bemoediging en een steun vanuit de Bijbel. Dus ja, ik vind het echt super, heel mooi om te zien. Ik leg hem gauw weer even terug. Hier in het opvanghuis wordt een stukje liefde en warmte gegeven aan de Joodse vluchtelingen. Liefde en warmte die door de oorlog ver te zoeken is in dit land. Door de grote vluchtelingenstroom breidt het werk zich uit. Elke dag opnieuw staat het team van Christen voor Israël klaar voor Joodse vluchtelingen. Steun ons werk in Oekraïne in uw gebed en met uw gift. И помещу я святилище мое среди них навеки, и будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. What do you feel when you see that in a book so old, 2600 years ago, it's already written that the Jewish people will come back, and now it is happening? How does that make you feel? Надежда есть. There is hope. Большая надежда, что не просто слышно, но что сбывается. Да, видно. Что происходит действительно чудеса, что мы это видим. De volgende ochtend gaan we naar Maidan, het centrale plein in Kiev, waar in 2013 de gewelddadige opstanden uitbraken. Vandaag de dag lijkt het hier rustig, maar niks is zeker hier in Oekraïne. Joden in Oekraïne hebben een heel aparte band, zou je kunnen zeggen. Een soort haat-liefde-verhouding. Aan de ene kant hebben hier door de eeuwen heen, vanaf de 4e eeuw voor Christus,
grote Joodse gemeenschappen gewoond in het land. En ook bloeiende gemeenschappen. Een van de officiële talen van Oekraïne was ook het Jiddisch, de taal die de Joden spraken. Aan de andere kant zijn er door de eeuwen heen altijd vervolgingen geweest, pogroms zoals dat hier heet, van Joden. Dus bijvoorbeeld in de 16e eeuw werden door een leider in Oekraïne 15.000 tot 30.000 Joden vermoord. Ook in de 11e eeuw werd dat gedaan. En door de eeuwen heen tot de 20e eeuw tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin 1 miljoen Joden tijdens de oorlog de dood vonden. Dus het is aan de ene kant een hele mooie geschiedenis, aan de andere kant een hele bloedige geschiedenis, een hele pijnlijke geschiedenis. Dat is ook een van de redenen dat wij als Christen voor Israël steun geven aan de Joodse gemeenschap in Oekraïne. En ja, de coördinator daarvan, dat is Koen Karlier, die al jarenlang woont en werkt in Oekraïne. Ook, ik ken hem ook al heel veel jaren. Dus, en hij gaat ons ook deze week rondleiden door Oekraïne, door het werk wat hier allemaal gebeurt. Koen, jij bent al 20 jaar volgens mij hier actief in Oekraïne. Kan je vertellen wat je hier precies doet? Wel, wij helpen eigenlijk op een hele praktische manier bij het Alia, of de terugkeer van de Joodse mensen, van de Joden uit de Oekraïne naar Israël. En wat houdt dat in? Dat houdt in gratis busvervoer naar de ambassades en dan aan de luchthaven. En ook voordien helpen met documenten, betalen van paspoort. Dus heel hun voorbereiding eigenlijk op een praktische manier helpen. Joden eigenlijk in de rij om naar Israël te kunnen vertrekken? Hoe zit het? Het is de zin, de terugkeer gaat altijd in golfbewegingen, volgens de situatie waar de Joden zich bevinden. Dus we hebben nu een hele spannende en moeilijke tijd in de Oekraïne, of met de oorlog in het oosten, met de revolutie. Dus dat heeft wel een enorme terugkeer teweeg gebracht. En zijn er vorig jaar meer dan 7000 Joden uit de Oekraïne vertrokken. 7000. Waaronder meer dan de helft vluchtelingen uit het oosten. En hoeveel Joden wonen er ongeveer in Oekraïne? Ongeveer nog in Hans Oekraïne 300.000 die het recht hebben om terug te keren. Ja. Volgens de wet van de terugkeer. En wat betekent de dat? De wet van de terugkeer betekent, wie was voor Hitler een Jood? Had je een Joodse grootmoeder of een Joodse grootvader, dan was een Jood genoeg om door de kogel omgebracht te worden in de Oekraïne of in de gaskamer in Polen terecht te komen. En in 1948, met het ontstaan van Israël, wat dat de eerste wet is gestemd op de terugkeer, hebben ze die wetten van Hitler omgekeerd te leven. Dus wie heeft het recht om terug te keren, immigreren naar Israël? Heb je een Joodse grootmoeder of een Joodse grootvader, dan heb je het recht om terug te keren en te wonen in Israël. En ja. Merk je bij niet-Joden in Oekraïne, want je woont hier al jarenlang, merk je dat ze negatief zijn tegenover Joden? Je hoort het wel in de dagelijkse gesprekken. Ja? Als je in de winkel bent of wat zeggen ze dan? Zeggen nou, dankzij de Joden zijn we nu in die moerassituatie in de Oekraïne terecht te komen. Ik verbaas me telkens weer hoe de Jodenhaat ook vandaag nog zo diep geworteld lijkt in de samenleving. Koen laat me kennis maken met zijn vrouw Ira, die zich als Oekraïense verdiept heeft in de geschiedenis van haar land. In the government we have lots of key positions that are taken by Jewish people. Started from prime minister, mayor of Kiev, the former prime minister, the lady well known, the lady with the hair, we call her Julia Tymoshenko. Mm-hmm. Director of the biggest bank of Ukraine. They're all Jewish people. Okay. And in parliament we have more than 30% of Jewish people who take the position of the deputies. Oh, that's a lot, yes. So when the nationalistic movement rose, immediately against the government. It means towards the Jewish people. Okay, that's why in demonstrations yeah. They start shouting anti-Semitic slogans, Jews away, Jews out of the government, Jews. It's not only against the government, but also they see Jewish people in it because they are ruling. They have in key positions in the government. Uh-huh. So immediately nationalism means anti-Semitism against the Jewish people. Yeah. And how do you see the future? Because I think Ukraine is a totally different country, yeah, right now. It is different, but we are stuck in the same corruption. Uh-huh. We are stuck in the same bureaucracy as before. The power of the country is concentrated in the hands of few rich people who basically rule in the countries and establishing laws for their business interests. So the problems that we had before, we still have now, just concentrated in new faces and new hands.
And when nationalistic movement raises, it goes against the government. Mm-hmm. And immediately it goes against Jewish people. And they start shouting, Jews out, Jews out. So I'm afraid if we have another revolution, it will be more severe on the Jews than before. And what do you think? What would be the best solution? Well, for me, as for a Christian, I know the best solution for the Jewish people is to be in Israel, and there mm-hmm. is no discussion about it. Mm-hmm. But they are the ones who have to make their choice. I think the safest place for them is Israel, of course. And if God said, I will collect them one by one, leaving no one behind, I think he will do it. If we mm-hmm. want it or not, we cannot stand against his will. If he said he will do it, he will do it. But it's just a he's matter of he's time. Doing it through in the good times and also exactly. in the bad times. Look at the Jewish community in the eastern part of Ukraine. You come to the people and say, oh, you have a chance to go to Israel. The country is there for you. We will help you with documents, with papers. People say, oh, maybe it's too hot, or maybe it's too cold, or maybe not now. Maybe I have to sell my flat, or I have a good job. And look what happened now. They mm-hmm. had to leave everything. They didn't have time to sell flats. They left their cars. They left their jobs. Some of them left everything. They come to Kyiv to the shelter just with papers in their hands, even without the passport. Mm-hmm. It says, please bring us to Israel. We have no place to go. Yeah. We have no place to go. So if God said he will do it by any means. Mm-hmm. And for them, the best way is to obey and go as soon as possible. And we are here to assist and to help. Ik realiseer me dat de tekst uit Zacharia, Vlucht uit het Noorderland, hier nu een diepere lading heeft gekregen. Joden die wegvluchten uit Oekraïne, het land van het noorden, naar het land Israël. Zacharia wordt voor onze ogen vervuld. We vertrekken uit Kyiv. We hebben een lange reis voor de boeg naar het oosten over slecht onderhouden wegen, waardoor de reis nog langer duurt. Gelukkig hebben we Koen als chauffeur. Hij heeft veel ervaring met autorijden in Oekraïne. Acht uur later arriveren we in Dnipropetrovsk, Oost-Oekraïne. We komen aan bij een huis waar momenteel 19 Joodse vluchtelingen worden opgevangen. Ze wachten tot ze naar hun thuisland Israël mogen vertrekken. Vanavond is het de eerste avond van het Joodse Chanukka-feest. Voor velen de eerste keer dat ze het vieren. И у нас есть замечательная возможность отпраздновать первый день наступления первого дня замечательного праздника, который называется Ханука. Готовы? Не бойтесь. Повторяйте. Барух. Ата. Адонай, Адонай, Элоейну, Элоейну, Мелех, Мелех, Аулам, Аулам, Ашер, Ашер, Киришану, Киришану, Бемицватав, Бемицватав, Вецивану, Вецивану, Леадлик, Леадлик, Нер, Нер, Шель, Шель, Ханка, Ханка. Отвечайте, амен. Амен. Отлично, еще одна. Today, there are a lot of refugees, but they don't know where to go. You became refugees, but you know where to go. Soon, we hope that one day you will go to Israel. Israel will do its utmost best to receive you and to absorb you in the best way they can. For you, it will not be next year in Jerusalem, but this year in Jerusalem. Ik maak kennis met Anna, een lerares Engels uit Donetsk. Een jaar geleden wees niets erop dat ze zou moeten vluchten, maar nu is ook zij een vluchteling geworden. And why did you choose now to leave your home in Donetsk and go to Israel? Because it's rather dangerous to live in Donetsk now because of the war, which is not called war, but it is war. It is a war. It is a war, and many people are killed and wounded in this war. And in my native city, which I love, but I have to go. Sorry. Yeah.
But I hope that I will find my new home in Israel. Yes, yes. I can imagine it is hard to leave it behind. But what is your hope and what is your dream for the future? My dream is to find my place, my new flat, my new job in Israel, and On one side you are sad because you have to leave Ukraine. On the other side we are celebrating Hanukkah here. How is this for you? It's very interesting. It's my first Hanukkah. First Hanukkah. Because frankly speaking I'm not religious and I don't know much about Jewish traditions. Mm-hmm. And it's rather interesting for me. It's interesting, yeah. What does it make you feel? I'm glad that I'm here now, and I'm very pleased to take part in this celebration. Uh-huh. And I think it's a good symbol. Uh-huh. Maybe of peace, well, or something good. Oh, sorry. No problem. When you arrive in Israel, what will you do first? First, we'll find a flat, of course. Uh-huh. And we are told that some people will help us, from Sachnut will help us to find it. Then we'll study Ivrit and find a job. I wish you God's blessing in your time. Thank you. Thank you. De verhalen van de vluchtelingen zijn hartverscheurend. Alles moeten achterlaten vanwege de oorlog, een onbekende toekomst tegemoet. Deze mensen hebben uw steun nodig. Voor €135 kunnen wij een Joodse vluchteling naar Israël brengen. Helpt u mee? In de volgende aflevering delen we voedselpakketten uit aan arme Joodse gezinnen in de stad Zaporozhe. We maken kennis met Karel en Maria, die het zonder de steun van Christen voor Israël niet zouden redden.